is the energy vibration latent for the sun, moon and rising. Waterman mensen die zijn jaardag gefaciliteerd en gelukkige Valentijnsdag. Het is Valentine op February 14, dat is woensdag February 14. Dat is de zevende week van het jaar 2018 en de week begin van de 12 tot en met de 18th. Oké, okay? Het is een zeer positief jaar en niet vergeten, dat is de nieuw jaar voor jullie. De energie van de week is de energie van de moon. Deze energie draagt jullie omdat de energie van de moon geeft een positieve inrichting in wie je bent als een persoon. Dit is een connectie tussen u en de universal engels en gids en je boekeleiders. En dit is zeer positief. Hier heb je samen de energie van de ermit. De energie van de ermit is een zeer positieve energie, omdat de energie van de ermit laat je even jezelf bekijken en bekritiseer jezelf. En zoek innerlijke kennis, innerlijke wetenschap. En dit is best wel goed. Dus dit jaar is een jaar waar als je bent iemand die is een psychic mensen of een clairvoyant of dat soort of a ding, je gaven zal ook komen in dit jaar. En dit is zeer positief. En nog een goede nieuws. En dit is de energy of stability. Je krijgt stability in je leven. En dit is zeer positief. Oké? Dus voor jullie, het is een zeer positieve energie. Nogmaals, gefaciliteerd met je verjaardag. Als ik ga beginnen met die mensen, die is 12 februari geboren. Dus is een zeer positieve energie. Je krijgt de energie van succes voor sommige mensen, victory voor sommige mensen. En positive outcomes in je leven in dit jaar. Dus het is een positief jaar. Sommige van jullie gaat even connect in een zakelijke relatie met iemand die is een stiermaag of steenbok persoon in zakelijk. Sommige mensen krijgt deze persoon in je leven, relatie met deze persoon in je leven. En het is een zeer, zeer positive outcomes en een zeer positive thing. Dus als je bent open, dan kom je tegen iemand over de leeftijd van 40, dat is een stiermaag of steenbok. Je krijgt een uitnodiging van deze persoon. Dit is een zeer positieve uitnodiging. Dit is goed. Dit is een succesvol endeavor voor jullie zakelijk en in de liefde en in werk. Als jullie teken dat type persoon tegenkomen. Gefaciliteerd voor de mensen die is op 13 februari is geboren. Ja, ik ken. Dat is een heel lieve vrouw. Gefaciliteerd met je verjaardag. In this year, the unbalance, whatever situation that was unbalanced in your life, that sort of a thing, the energy of liefde come up. And as you have a rechtszaak of that sort of a thing, of in conflict van mening met andere mensen en groep, the energy of the stair come out for jou. Je zal de voordelige hier uit krijgen. Je zal deze situatie even balanceren uit. En voor meer stel van jullie liefde, nieuwe liefde komt naar jullie. En dit liefde is echte liefde. Echt positieve liefde komt naar jullie. En dit is nieuwe positieve liefde in je leven. Dus dit is het krachtige jaar van Wekens, doordat je hebt de energie van de sterren, de energie van liefde. Daar is volmacht liefde voor jou. En dit komt naar jou naartoe. En dit is zeer, zeer positief. Als we gaan even verder, gaan we even kijken. Prettige Valentijnsdag. En voor jullie, jullie zijn echt zeer gelukkig in het jaar 2018. Vanwege een store dat je hebt de energie van de hermit. De energie van de hermit lijkt niet zo gelukkig, maar het is best wel gelukkig. Omdat je leert, je gaat jezelf leren kennis met jezelf. En dit is best wel goed. De energie van de moon komt uit ook. En dat is die energie
van this year voor jullie dat is geboren tussen 12 en 18 februari. Dus dit is zeer positief. Heel veel van jullie krijg uitnodiging. Heel veel van jullie gaat even nadenken om een boek te schrijven. Heel veel van jullie geheim komt uit over. Je krijgt te horen over een geheim. Sommige van jullie krijgen goede informatie, dat gaat je helpen. En deze informatie kan komen van de geestelijke world, de unseen world, de fourth and fifth dimension, fifth and sixth dimension to nine dimension. Dat betekent dat is higher energy vibration beams zal je informatie geven. Heel veel van jullie gaat een boek schrijven, oké? En dit boek gaat echt een bestseller. Dus als je bent van plan een boek te publish of een boek te schrijven dit jaar voor jullie, mensen die is op 14 februari geboren, gaat even door, het gaat je lukken. Gefeliciteerd en gelukkige Valentijnsdag voor de mensen die is op 15 februari is geboren. Je krijgt de raad van fortune, dus is geluk, dus is je lot. This is a zeer positive energy for this year. Je draagt deze energy. Het komt ook op met de zeven van staven dat je ziet jezelf om te beschermen tegen mensen. En je krijgt best wel een leuke uitnodiging. Als heel veel mensen krijgen uitnodigingen van positive gezelligheid met de sociale maatschappelijke situatie, nieuwe vrienden, een nieuwe positieve groep, dat ga je even opnemen. En dit is best wel positief. Je ziet jezelf om te beschermen. Altijd beschermt jezelf, maar dit is een positieve uitnodiging wat je gaat best wel krijgen. Okay? Voor de mensen die is 16 februari, gelukkig Valentijnsdag en positief jaar voor jullie vanwege dat de energie van inner strength draagt de energie van positivity waar je gaat jezelf vinden, je gaat even steviger, meer steviger in je schoenen staan en je gaat even opkomen voor jezelf. De zeven van zwaarden is een onkeerpositie. Dat betekent dat de negatieve energie of de negatieve mensen of de drie-dimensionale mensen dat je hebt de laatste tijd moeten even samenwerken. Nou komt de zon daarover en het is een positieve energie. Het is een zeer positieve energie. Dus voor jullie krijgen de energie van de zon succes. Sommige van jullie gaan beter in je veld zitten. Sommige van jullie gaan beter met communiceren. Je gaat echt zoiets als een zware licht is van je af. Het is een positieve energie. Het is een goede energie. En hier gaat je even zien positieve dingen in je leven komen. Als het gaat even verder voor de mensen die is op 17 februari gefaciliteerd met je verjaardag. En prettige Valentijnsdag. Heb je de energie van de keizerin? Energie van de keizerin is een zeer positieve energie in de sens dat dit is een jaar waar je materialistisch benodigdheid. Ik zie mensen krijgen een nieuw appartement, nieuw flat, nieuw auto, nieuw werk, nieuw meubilair voor je huis, dat soort of ding. Komt op en je zit keihard om te werken. Er is een beetje jaloezie rond jou. Deze jaloezie komt op. Wees voorzichtig met de mensen rond jou. Dat is jaloezie. Dat komt op hier voor jou. Okay? Als we gaan even verder. Hebben wij de energy vibration. Voor de mensen die is op 18 februari geboren. Je hebt de energie van de keizenaar. Dit is success in work. Veel succes in werk. You can see here, this is the energy from work. Heel veel succes in werk. Sommige mensen komen tegen iemand die is een, is het een prins? Nee, is het koningin? Iemand over de leeftijd van 40. Zeer positieve persoon. Dit is een jonge kerel. En jong in
oud ziek, maar best wel een lieve persoon. Jullie gaan even connecten met deze persoon in this year. En dat gaat via je werk. Dus sommige mensen gaan van werk veranderen. Als je hebt geen werk, so it says, je komt in contact met deze persoon door social gelegenheid. En dit wordt zeer, zeer positief. Dus als ik bekijk jullie jaar overal, het is een good and best, good positive energy in this year voor jullie. Heel veel mensen gaan even connecten met zijn twin flame soulmate. Ik zie heel veel nieuwe auto's, heel veel nieuwe gelegenheid. Heel veel mensen gaan op luxe vakantie, dat soort of a thing. Heel veel mensen vinden zichzelf. Heel veel mensen kunnen connecten met zichzelf in the year 2018. Dus voor jullie verjaardag mensen is een zeer, zeer positief jaar. Omdat je gaat even leren om te luisteren naar jezelf en even met jezelf om te connecten. And this is zeer positief, okay? The other energy that you have is fertility. Fertility is best wel een goede energy. Als je bent op zoek om iets nieuws te doen in je leven, focus hier op deze card, omdat ik breng je heel veel geluk. Fertility is the sense with the energy of the Kaiserin. Is dat ook een zeer, zeer positive energy, oké? This is good. Ik heb een nieuwe deck dat ik ga even delen met iedereen. Dus van mij naar jullie naartoe krijg jullie de energy van de universe, oké? En het zegt, de universe heb je rug, oké? De universe heb je rug. Het is een nieuw deck, denk ik. Maar is een zeer positief deck. En die energie dat hier zegt, jouw energie creëert je reality. Wat je focussen op, dat is wat je manifest in je leven. En dit is zeer positief. Ik hou het zodat jullie kan het best wel zien. Het is een best wel leuke deck, omdat het geeft je gerust. Dit is een zeer positief energie van de universe. Okay? Ik begin om, ik heb altijd decks gebruik van de universe. Dus dit is a positive energy. Dus dames en heren, ik wil jullie even een positief jaar wensen. En niet vergeten, dit is the beginning van je jaar 2018. En dit jaar van 2018, het wordt een zeer, zeer positief jaar voor jullie. Dus dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne Valentijnsdag. Niet vergeten, liefde is zeer belangrijk. Als je je ouders niet gezien voor een tijd, ga even je ouders even op bezoek. Het is een tijd van liefde. Geniet hiervan, omdat het is best wel een positief jaar. Dames en heren, namaste. Tot de volgende week. We'll be right back.